Jorrit, uit onderzoek is gebleken dat wij meer vrouwen nodig hebben in onze podcast. Dus ja, ik ben gelijk voor de goat van alle badmintonsters in Nederland. En dat is namelijk Selena Piek. Welkom, Selena. Nou, applaus voor jezelf, zie ik. Applaus voor jezelf. Nou, lekker. Ja, iemand moet het doen. Ja, ik had die knop klaarstaan, maar ik was hem vergeten. Zoals we al vooraf zeiden, totaal onvoorbereid deze podcast. Het was een beetje hectisch deze week. Want ja, ik heb jou deze week heel vaak gezien zonder jou te zien, hè? Je zei het me net, dus dat klopt, denk ik. Ja, wil je iets met ons delen, Michael? Zeker. Ja, ik heb eens gekeken naar babyfoto's van Selena, tienerfoto's van Selena. Ik heb gesproken met de vader van Selena, met de zus van Selena. Eigenlijk gewoon iedereen van Selena. Want er komt best wel een belangrijk moment aan. Selena gaat namelijk afscheid nemen van het internationale badminton. Ja. Oh. Klopt dat, Selena? Ja en nee. Ja. Waar ik wel bevestigd op kan antwoorden is dat het mijn laatste Dutch Open gaan zijn. Dus ik neem echt afscheid van het Nederlands publiek, dat klopt. Maar helemaal internationaal klaar, dat ben ik nog niet. Nee. Ik vertrek op zondagavond weer naar Jakarta. Dus... Ja, dat was ik. Jij gaat in die Indonesische league spelen toch zo, of niet? Ja, heel vet. Ja, klopt. Kan je daar wat meer over vertellen? Daar kan ik zeker ook meer over vertellen. Je hebt zeg maar 4 teams. En je moest uitgenodigd worden om daar naartoe te mogen. Vrij lucratief, kan ik je vertellen. En ze gaan iets nieuws doen. Ik wist ook van tevoren helemaal niet in welk team ik zou komen. Ik ben volgens mij de Hurricanes. En volgens mij speel je 4 sets van 10 minuten elk. En dan als je hoogst eindigt, dan win je gewoon de tie. En stel het is 2-2 na die 10 minuten, dan speel je volgens mij... nog 2 punten en dan degene die dan eerst bij de 2 punten is, die wint. Dus je speelt op tijd? Je speelt op tijd. En je speelt ook iets unieks, want er is bijvoorbeeld geen gemengd dubbel, maar je speelt 3-3 in plaats daarvan. Ja. Dat is vet! Heel vet, hè? Dat is echt cool. En er doen echt, behoorlijk wat namen doen er mee. Dus ik had echt zoiets van, niet vertel echt handig. Vertel eens, in welk gezelschap zit jij? Nou, mijn team... Oké, ik mag echt niet klagen. Maar goed, het had absoluut beter gekund. Maar mijn team... ik heb Lee Chuk-Yi als heren single. Dan Aya Ohori hebben we als dames single. Dan als dames dubbel heb je mij en Gloria, die Jaja. En wij één van ons moet volgens mij dan ook de 3-3 gaan spelen. En dan hebben we nog volgens mij Theo en Aaron Chia. Zo. In ons team. En wat dan gaan we een paar minuutjes rinkelen bij jou, Michael, denk ik nu. Ja, ik zie wel wat namen voorbij. Ik had het al een beetje gezien op de social media, want ze hadden een post gedaan. Ja. En wat ik zei, ik ben helemaal into Selena deze week. en dan nog steeds nodig je me uit voor deze podcast. Ja, zeker. Ja, dat heeft meerdere redenen. Ten eerste, je bent actueel. Ten tweede, je bent heel erg toegankelijk, hè? Want wij kunnen jou gewoon appen. En dan zeg je, ik heb over een uurtje wel tijd. Want dit is letterlijk een uur geleden afgesproken. Ja, ik ben even nieuwsgierig. Wat voor tegenstanders kom je daar dan tegen? Nou, bijvoorbeeld, we hebben één team. Daar zit Victor Axelsen in. Volgens mij Misaki Matsutomo, ook goudmedaillewinnares. Jordan zit daarin. Yuta Watanabe. Met Jordan doe ik, dit is een andere naam. Hoe heet die ook alweer? Die gast van Hongkong, de lefty. Die speelt met... Met C. Ja, met C. Ja. Tang Chungman. Juist. Jordan staat dus... ik weet niet waar ik Jordan noem, maar... dat is een Engelse naam. Die zit bijvoorbeeld ook in dat team. Je hebt een ander team. Zit Seo in. Zit Cheng Chi in van Maleisië. Je hebt Tol doet mee. Ik zit ook nog met Matthias in het team. Matthias Christiansen. Die mag daar wel gaan meespelen. Maar ik heb een beetje iets vaag gehoord. Omdat het dus niet door iets van de bond is geregeld. Mag hij dus daar meedoen. Maar hij mag bijvoorbeeld weer niet gecoacht worden. Want we hebben ook allemaal een aparte coach. Toegewezen. Ik heb volgens mij een of andere. Ik ben even zijn naam kwijt, maar ook een Maleisische coach is bij mijn team. Maar goed, daar mag hij wel door gecoacht worden, maar hij mag er niet tegen praten. Dus het is heel vaag. We gaan het helemaal meemaken. En het is denk ik één groot voordeel dat het in Indonesië is. En dat die boelietanken is wel denken van. Komt wel goed, joh. Is het in Istora? Het is in Istora. Woe! Dat is wel vet, zeg. Het is echt, ik dacht eerst, ik werd benaderd in volgens mij maart was het.
Hey, die van Selena, ik heb misschien wel iets leuks voor je. Nou, en toen dacht ik al, ja, het klinkt super tof, maar je weet ook een beetje hoe dat gaat met Indo's. Van, dat kan ook totaal niet doorgaan. Nou, ja. Op een gegeven moment moest ik echt een contract tekenen. Het was iets voor de Spelen. En toen dacht ik, nou oké, best wel serieus. Komt goed. En toen nog steeds had ik iets van, nou, gaat het door, gaat het niet door? Nou, en uiteindelijk inderdaad kreeg ik het echt een maand geleden van, what are your clothing sizes? Oké, now we're talking. Serieus? Toen werd het echt serieus. Nou, dat is echt heel vet. En van de week kreeg ik mijn visum al doorgestuurd. En het enige is, ik moest mijn eigen vlucht boeken. En verder betalen ze echt alles. Is een visio. Ik heb mijn eigen kamer in het Fairmont. Nou echt, ik mag naar Indonesië. Wow. Count me in. Jeetje, ja. Mina. Nou, dan snap ik dat jij jouw carrière nog eventjes verlengt. Ik wou net zeggen, voor zulke evenementen denk ik wel van ja. En ook mijn bankrekening denkt ook wel, ja, doe het. Ja, nou haal je het natuurlijk twee keer aan in dit verhaal. En we weten een beetje vanuit het verleden, hè, vanuit India, waarin ook wel eens zo'n leak was geweest met een veiling en alles. Goed, dat was 3 weken lang, hè? Dat was 3 weken lang, ja. Dus dat is een andere koek, want dit is 5 dagen. Nog niet eens. Ik speel dus, je hebt 4 teams, je speelt 3 wedstrijden. Ik speel volgens mij donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja, dus dan kan je een beetje toelichten wat het voor jou onderaan de rekening, onderaan de streep gaat opleveren. Ja, nou, ik kan natuurlijk niet alle precieze bedragen zeggen, maar je kan wel uitgaan. Je krijgt sowieso meer dan 10.000 per persoon. En dat hangt er een beetje vanaf in welke positie je eindigt. Dus dat is hetzelfde voor als je derde, vierde wordt. Maar als je echt eerste en tweede is ook gewoon heel leuk. Daar kan ik echt een hele leuke nieuwe auto van kopen, hoor. En dat is ook gewoon, als je echt eerste wordt, is dat gewoon een jaarsalaris. Zo, jeetje, ja. Mina, zeg. Ja, dus echt pp. Er is dus toch geld te verdienen in het badminton. Dat is echt ongekend. Naar Azië, ga naar Azië. En hij vertelde ook al van, voor volgend jaar gaat het ook sowieso door. Want het is echt een beetje start-up. Dus volgens mij, ja, ik verwacht ook nog niet in die zin heel veel van of dat het super druk gaat worden. Maar nu, ja, volgend jaar wordt het ook, volgens mij is het een 3-jaar contract met Spotify. Dat is gewoon een hele grote branche en het wordt ook live uitgezonden. Ik hoop ook dat het misschien op YouTube te zien is, maar dat weet ik niet zo goed. Maar ik zei, ik ga daar één echt met open arm. Ik vlieg zondagavond van de Dutch. En ja, het wordt echt een bliksembezoekje, want een week later moet ik weer terug. Ik land om 11 uur op Schiphol op maandag en om 2 uur vlieg ik naar Billund. Zo, wat een programma weer, hè? Ja. Hey, en je vertelde dus dat je op zondag terugvliegt. En dat doe je dan natuurlijk nadat je de hoofdprijs in het gemengd dubbel hebt gewonnen op de Dutch Open. Ja, nou, dan, ja ook dat inderdaad. Dat zou echt fantastisch zijn. Ik heb het voor sowieso, wordt het echt een druk een beetje Den Bosch. Want ik mag er morgen al heen. We hebben volgens mij te ere van dat 75 jaar gaan ze... hebben ze een borrel met allemaal belangrijke mensen. En meneer Boosman vroeg heel erg lief of ik ook bij daarbij aanwezig wilde zijn. Samen met Robin. Dus we worden een beetje geïnterviewd en bla bla. En dan mag ik donderdagochtend al spelen tegen Azerbeidzjan. Oh, dat is altijd lastig. Dat is natuurlijk tricky. Heel tricky. Dus ik ga ervan uit dat ik vrijdag er weer sta tegen Ties en Deb. Dus dat is wel een beetje jammer. Oh. En dat is dan meteen ook vrijwel een pittige wedstrijd voor ons alle vier, denk ik. Spelen jullie vaak tegen elkaar op de training? Nou, ik moet zeggen, ik train niet meer zoveel. Ik heb vandaag ook helemaal niet getraind. Ik heb Robin al 2 weken niet gezien. Helemaal dikke prima. Dus nee, ja, spelen we vaak? Nou, eigenlijk niet. Vroeger natuurlijk superveel. Maar Depp was natuurlijk met Sharon koppel. En toen is Ties met Ali gaan spelen. Dus eigenlijk hebben we tegen hun de laatste tijd wat meer gespeeld. Of nou, dat praat ik ook alweer over maanden geleden, hoor. Maar onlangs, nee, niet echt. Ik heb vooral met andere jochies gemixt. Met Gijs en met Timo een keer. En ik speel vooral veel dubbels met Meert de laatste tijd op training. Het is één grote... Ja, bonte avond eigenlijk, of bonte ochtend op onze training. Dat vind jij wel oké dan, denk ik, toch? Wat zei je dat? Dat vind jij wel oké dan op dit moment, of? Ik vind het heerlijk. Of meer? Op dit moment niet, nee. Ik geniet er echt van dat ik ook gewoon na een uur denk van... Ik vind het wel prima. Vanochtend hadden ze multi en hardlopen en skills. Nou, dan ben ik er niet. Ja, geen zin meer. Nee, hardlopen is wel het grootste onderdeel van de topsport dat jij gaat missen. Dat... Zo, nou, ik moet zeggen, met die krakkemikkige voeten deed ik dat gelukkig al het laatste 2 jaar zeker niet meer. Maar die fietssessies op die wattbike, ho. Nee, die staan niet meer op de agenda. Wat verwacht jij, Selena, de komende paar dagen
van je afscheid. Verwacht je dat je naarmate het dichter bij zondag komt, emotioneler wordt? Ja. Ik ben echt bang dat ik ga huilen, 100%. Zien we een jankende Selena aankomen? Ja, dat zou echt kunnen. Vooral die zaterdag. Nou, dan neem ik natuurlijk zelf echt afscheid. En ik heb een beetje her en der al wat mogen opvangen wat ze hebben georganiseerd. Maar ik denk dat dat wel... Kijk, dat is het enige voordeel als ik vrijdag verlies van Deventies. Dan hoef ik me daar verder niet meer druk over te maken. Dat dat nog wel een dingetje kan zijn. Want natuurlijk, na mijn afscheid zijn gewoon nog de halve finales. Ja. Dat is waar. Ja. We hebben je uitgenodigd als gast, maar eigenlijk ook een beetje als medehost vandaag. Er is namelijk geen eredivisie geweest afgelopen weekend met het aankomen van de Yonex Dutch Open. Maar er zijn wel een aantal andere zaken gebeurd waar we gewoon eigenlijk jouw vrouwelijke opinie over willen hebben. Te beginnen met papa Joran Kwekel. Heb je het meegekregen? Ik was gisteravond met Lindy uit eten. En toen hoorde ik het inderdaad. Nou, ik voelde me echt met die mededeling meteen nog meer single. Want echt iedereen in mijn omgeving, of ze krijgen een kind, of inderdaad ze zijn zwanger. Maar het is een beetje inderdaad. Wil je zeggen. Wat zeg je het is? Het is een beetje besmettelijk, wil je zeggen. Het is, ja, dus ik moet er ver uit de buurt blijven. Ja, je hebt er één ingrediënt voor nodig, Serena. Ja, precies. Die ontbreekt, kan ik je vertellen. Ja. Maar goed, nee, ik zag het en het was ja, superleuk voor Joran. Ik denk, ik vind het altijd een beetje lastig om te vragen van, is het gepland of was het niet gepland? Ik denk dat het per ongeluk was. Ik ken zijn vader erg goed. Ik had hem gelijk even geappt met gefeliciteerd opa. En Arjan Kwekel is dat. Die reageerde met de iconische opmerking, hoe weet jij dat nou? Ik zeg, nou, sta gewoon op Instagram. Maar ik kreeg de indruk dat het niet gepland was, maar nog wel steeds heel erg welkom. Want ja, kijk, volgens mij heb je ook een oudere vriendin. Die is ook al 28. En in Denemarken zijn ze er sowieso wat vroeger bij, hoor. Met het krijgen. Ja, is ja, een normale leeftijd, 28? Nou, tegenwoordig in Nederland niet meer, hoor. Nee, dat is waar. Kijk, mijn ouders kregen mij ook iets voor hun 30ste. En dat was, ik zei, nou ja, kijk, met ons leven als topsport is het sowieso lastig. Helemaal als vrouwelijke topsporter. Want je bent gewoon, ja, heel erg afhankelijk van je lichaam. En toch, je ziet het toch niet meer zo vaak dat mensen een kind krijgen en weer beginnen. Ja. Marit Bouwmeester is een mooi voorbeeld natuurlijk. Wie is een mooi voorbeeld? Marit Bouwmeester. Zo, zeker, zeker. Ja, superknap. Vertel. Superknap. Vertel, wat wil je erover weten? Wat een voorbeeld is voor degene die haar niet kennen. Nou ja, Marit Bouwmeester is misschien wel de meest succesvolle Nederlandse zeilster. Was al heel succesvol in 2012, 16 en 21, maar werd moeder. Na de Spelen van Tokio. En herhaalde dat huzarenstukje gewoon in Parijs. Dus dat is gewoon onwijs knap. Niet altijd Olympisch kampioen is geworden. Volgens mij in Rio werd ze Olympisch kampioen. Klopt, ja. Zilver of brons in Tokio. En ook zilver brons in... dus ze heeft alle mooie, volgens mij, alle collecties. En dan inderdaad weer Olympisch kampioen worden. Met moederschap. Ja, knap hoor. Ja, ik weet niet of dit een onderwerp is wat we nou moeten gaan behandelen. Maar nou weet ik dat veel vrouwelijke topsporters... Ja, dit gaat echt heel erg diep, jongens. Dus hou je vast. Veel vrouwelijke topsporters er best wel wat aan doen om die ene week in de maand te beïnvloeden. Zodat ze bijvoorbeeld hun hormonen onder controle hebben. Hun menstruatie. Ja, menstruatie onder controle hebben. Ben jij daar ooit mee bezig geweest in jouw actieve carrière? Kan ik zeker. Ja, actieve kijkers. Dit was de reden dat ik toen de tijd een vrij jonge leeftijd was. Maar was ik 14 pas aan de pil ging ook. Ja. Om inderdaad zo te kunnen regelen dat je zeg maar, dat je controle een beetje erover had. En dat je dan door de week was je ongesteld. En toen, ik was nog vrij jong. Dus eigenlijk al mijn weekenden vonden plaats. Mijn wedstrijden vonden plaats in het weekend. En daardoor was het heel fijn dat op het moment dat ik dus competities moest spelen, dat je het eigenlijk niet meer was. En op die leeftijd vond ik het vooral erg. Ik weet nog wel, volgens mij bij Van Zijden dat ook, hadden we een wit rokje. En dat vond ik echt heel vreselijk. Om dan inderdaad, als je dan ongesteld was, om in een wit rokje te moeten spelen. Ik zou me niet voorstellen hoe dat is. Maar dat je inderdaad op de baan staat, publiek achter je. En dat je denkt, er zit toch niks. Dat moet je onzeker maken, toch? Ja, tuurlijk, dat is gewoon niet relaxed. Dat is echt niet relaxed. Daar hebben we ook gewoon vlak voor, nog een keer wisselen. Ja, je bent er gewoon heel erg mee bezig. Maar voor mij, ik heb er gelukkig nooit heel erg veel last van gehad. En voor mij was het ook zoiets van, weet je, het hoort erbij.
Dus ja, dat boeide me niet echt. Kijk, ik was er meer op een gegeven moment angstig in Azië. Als ik zakkie proet had, dat ik dan moest kotsen of moest kakken op de baan. Dat vond ik erger met een uitvalspas. Vertel even voor onze Nederlandse luisteraars wat je net zei. Zakkie proet, dat is echt, dat is gewoon een ander prachtig woord voor buikpijn en diarree. Lekker. Nou, een prachtig bruggetje. Dan gaan we eventjes naar de Denmark Open, waar iemand dat ook had. Namelijk Victor Axelsen, die moest opgeven, ja. Omdat hij dat eigenlijk halverwege een hele belangrijke pot had. Heb jij gekeken, Jorrit? Ja, ik heb het gezien, ja. Ja, hij ging over zijn nek, hè, tegen Alex Lanier. Ja. In de tweede game. En dat zag er echt heel oncomfortabel uit. Volgens mij verloor hij de eerste game vrij close. Ja, en daarna werd hij werd gewoon niet lekker. Hij verloor de eerste met 21-19. En bij 11-7, vlak voor de interval, moest hij spugen. En hij kon het niet meer binnenhouden. Dus hij kwakte dat eigenlijk zo op die baan. Ja. En nam toen even rust voor zichzelf om bij te komen. En uiteraard moest de baan ook schoongemaakt worden, want zo kan je niet verder. En uiteindelijk was hij zo ziek dat hij de handdoek geworpen heeft. Dus hij gaf op 11-7 en in het voordeel dus van tienersensatie Alex Lanier. Ja, niet normaal hè. Ik had het idee dat hij de eerste set ook best wel ziekjes was. Was al wat weetjes op de baan en knap dat je het dan toch nog probeert. Maar inderdaad, Alex Lanier, 19 jaar, ja, die is bezig met een run. Dat is echt niet normaal hè, Selene. Nee, is echt niet normaal. Ik heb natuurlijk vaak genoeg op inzet mogen trainen. En hem daar ook in actie al mogen zien. En zijn fysiek op 19 jaar, hoe sterk die jongen is. En ook toch ook zijn werkethiek hoor. Want hij was altijd aan het trainen als wij de hal binnenkwamen. Altijd daarna nog bezig. Dus het was gewoon heel erg inspirerend om te zien van zo'n jongen die misschien voor de mannen zingen toch een beetje aan de kleine kant is zelfs. Ja. Maar ja, dat compenseert hij gewoon met een onwijs fysiek. En hij lijkt alleen maar beter te worden in de afgelopen maanden. Ja, genoeg Aziaten die kleiner zijn ook, hè, in de single. Zeker, maar dan, die kunnen het weer compenseren met toch een beetje explosiviteit. Zeker ja. De Japanners. En lijkt het voor hun vaak zelfs een voordeel te zijn. Ik had daar vandaag een discussie over met Vrouwlief. Ik zei, zouden die Fransen nou allemaal meetrainen bij de Franse selectie? Bijvoorbeeld, ik zag een filmpje vandaag van de gebroeders Popov met het vriendinnetje erbij. Die getraind werden door de vader. Dat leek mij niet op de Franse selectie. Weet jij daar iets vanaf, Selene? Ja, dat klopt. Die zitten inderdaad niet bij INSEP. Dat is zeg maar eigenlijk, het zou dat je dat een beetje het Papendal van het Franse team kunnen noemen. Maar de gebroeders Popov is inderdaad een apart geval. Die wonen in Fos-sur-Mer. Dat is een plaats in de Provence. Met veel mooie weer. Dus ik snap het helemaal wat dat betreft. Maar ze hebben daar gewoon hun eigen setup. Zijn nooit inderdaad naar INSEP gegaan. En ik denk mede doordat ze het ook gewoon heel erg goed doen. En volgens mij ook redelijk wat funding krijgen van de provincie daar. Kunnen ze daar gewoon hun eigen soort mini trainingskamp hebben. Het lijkt te werken voor hun. Dus wat dat betreft zie ik het dan ook niet in waardoor zij er voordeel van zouden hebben om naar INSEP te gaan. Nee. Heb jij vaak in Frankrijk getraind, Jorrit? Nee. Ik ben gestopt toen Frankrijk nog helemaal niet zo'n heel erg groot topland was. Ik ben gestopt in 2015 internationaal. En toen was Peter Gade net aan boord om de nieuwe topsportcultuur en setting te gaan creëren. En eigenlijk zie je dat het daarna echt is gaan vliegen. Dus het is echt waanzinnig wat Frankrijk heeft neergezet in de afgelopen negen jaar. Dat is, we hebben het vorige uitzending ook al over gehad. Dat is echt ondenkbaar inderdaad. En we haalden al aan die vier heren enkelspelers die ze tot hun beschikking hebben. Die misschien wel tot de top 25 van de wereld gaan behoren. Dan heb je natuurlijk een waanzinnig goede gemengdubbel. Ze hebben de Europese kampioenen in het damesdubbel. He, dus die toekomst die ziet er zwaar rooskleurig uit. En ik heb al gezegd, we zouden daar als badminton Nederland ook eens even moeten gaan buurten. Om gewoon eens even af te kijken hoe goed ze het daar doen. We hadden wel een zakgeld, hè? Dus dat helpt ook wel. Het helpt wel dat er een spelen heeft plaatsgevonden in Parijs. Waardoor er zoveel geld beschikbaar was. Wat ik zei, wij hebben ook daar vaak getraind. En we hebben nooit iets hoeven betalen behalve onze vluchten. Ja. Onze hotelkosten en het eten werd daar altijd betaald.
ja, dat is iets wat wij never ever nooit kunnen bieden aan welke speler dan ook. Op dit moment, ja. Nou, op geen enkel moment zou ik bijna willen. Nee, afgelopen 10 jaar ook niet hoor. Ja, leuk dat je komt, maar je mag zelf betalen. Succes. En toch, Selena, als ik dan kijk in onze groepsapp, waar ik eventjes alle top 10's doorgestuurd heb van de afgelopen, eigenlijk vanaf nu. Zie ik maar heel weinig Europeanen in de top 10 staan, op welk onderdeel dan ook. De enige Europeaan die ik tegenkom is eigenlijk in de dubbel Astrup en Rasmussen. Voor jou niet onbekend. Ja. En in de single Axelsen en Antonsen. En dan in de single bij de dames Marin. En dan houdt het wel een beetje op. Wat moeten we doen om in die top 10 te komen? Is dat nog mogelijk überhaupt? Jij is zeker. Onder. Ja, zeker, zeker. En ik geloof nog steeds dat het mogelijk is. Maar het is wel dat het veld gewoon veel breder is geworden. Weet je, wat Jorrit ook zei, in onze tijd was het gewoon ondenkbaar dat landen als Frankrijk en inderdaad Spanje. Of ik zag volgens mij bij het WK ook dat Dubai of de Verenigde Emiraten ineens een pot won. Amerika deed het daar ineens goed. Nou, dat waren in onze leeftijd, in mijn jeugd, was dat echt ondenkbaar dat die goed waren. Als we die gingen loten, was het al van, chill, goede loting. En door. Ja, weet je, we waren altijd aan het bettelen met Denemarken voor die 1-2 positie. Maar het veld is gewoon veel breder geworden. Hetzelfde met, kijk maar alleen naar Chinees Taipei. Wat voor een leger aan spelers die hebben. En ook overal naartoe kunnen sturen vanuit bedrijven. En dat is gewoon iets wat wij heel erg missen, denk ik. Om op jonge leeftijd al ook naar Azië te gaan. Een beetje te proeven aan dat soort toernooien. En wat mij persoonlijk gewoon heel erg beter heeft gemaakt. Is gewoon vaak en veel meetrainen met alle beste van Europa. Ja. Zeker de laatste periode. Omdat je gewoon, het is voorheen ook, merkte heel erg. Denemarken wilde nooit met ons trainen. Want hè, die hadden zo'n goede setup. Heel veel topspelers. Die hadden ons eigenlijk gewoon niet nodig. En je ziet ook zelfs bij hun, is dat gewoon veranderd. Dus eigenlijk hebben Rob en ik ook op heel veel toernooien, hebben dan met Matthias en Alexander getraind. Met Tom en Delphine natuurlijk heel veel. Nou, de Duitsers kwamen er ook af en toe bij. En dan kon je een hele goede setup creëren. En ik merkte ook, ja, en dat is ook de reden eigenlijk waarom wij zijn gestopt. Om echt goed te zijn en te blijven, moesten wij gewoon zoveel mogelijk naar het buitenland. En dat is natuurlijk een hele grote investering die je moet maken als je gewoon mee wil doen met die wereldtop, denk ik. Dat was een van de redenen waarom jullie zijn gaan stoppen als koppel. Ja, ja, ja. Nou, het is wel meer van Rommy. Kijk, ik ben wel iemand die nu lekker 4 keer in de week kan trainen en nog wel wat leuke toernooitjes wil gaan spelen, maar Robin wilde dat niet. Robin wilde eigenlijk, hij is alles of niks. Dus op het moment dat hij met mij door had gegaan, weet hij van, oké, dan moet ik weer de investering gaan maken om 30 plus weken in het buitenland gewoon te gaan zijn. Hij had geen zin om daar te gaan staan en alles in die eerste ronde te verliezen. En onze trainingsstructuur op Papendal en de tegenstand die er nu rondloopt is gewoon niet goed genoeg om ja, een vuist te kunnen maken tegen de wereldtop. En toch verbaast me dat ook wel weer wat je net zegt. Want jij bent natuurlijk een winnaar puur sang. Dat, zo omschrijf je jezelf ook altijd. Dus winnen is voor jou, nou ja, zolang als ik jou ken, adem. Ja, dat is gewoon het belangrijkste voor je. Maar toch hoor ik je zeggen van mij had het ook wel gemogen om nog wat een beetje te vlieren fluiten door die toernooien heen. Hoe zie je dat zelf? Ja, ik zag dat eigenlijk zo voor me. Gewoon wel fulltime dan blijven trainen op Papendal. En af en toe misschien ook dan een keer in Denemarken te blijven hangen. Of als we in Azië waren, er wel een half weekje aan te kunnen vastplakken. Juist omdat het kan. Omdat niet weer die druk van, we moeten naar huis, we moeten naar het volgende toernooi. En eigenlijk gewoon een beetje aan die kalender kijken. Nou, hier, nu, november, Kumamoto en China. Nee, dankjewel. Weet je? Om zo een beetje te gaan kijken en daarin ook veel meer rust in ons schema te kunnen bouwen. En dat is ook één van de redenen waar ik bijvoorbeeld in januari met Sarah Tiegersen nog wat toernooien in Azië ga spelen. We hebben een scoop, Michael. We hebben een scoop. Oeh. Is het echt net bekend geworden of dacht je, nu kwak ik het er gewoon uit? Het is eigenlijk nog helemaal nergens bekend. Dus ik pak het er gewoon uit. Ja, alsjeblieft. Ja, het is wel een plaatje hoor, jongen. Hoe komt dat zo? Nou, zij is eigenlijk een van de personen die mij heeft geschreven op het moment dat bekend werd dat Robin met Alexander ging spelen. En dat ze het echt kloot eigenlijk voor me vond. Omdat we natuurlijk elkaar hebben gesproken op de tour. Ik ken Sarah al vanaf meisje van 14 jaar. Spelen wij al non-stop wedstrijden tegen elkaar. En volgens mij heeft zij ook het meest negatieve record tegen mij. Dus dat is ook een salant detail.
Maar en toen, ja, ze appte mij, hoe is het met je? En ik, ja, ik had natuurlijk gezegd, ik zou nog na die spelen nog een jaartje door willen. En zij wilde dat eigenlijk ook. Maar goed, eigenlijk kwam ze dus in dezelfde positie terecht als ik, omdat haar partner met een ander jonge Deen verder gaat nu. Wie was haar partner? Maiken Vroegaard. Deed je het niet slecht samen? Nee, die deed het super. En ook op de Olympische Spelen, fantastisch. Ja. Die hebben echt wel een paar koppen gewonnen en badminton laten zien dat ik dacht van wauw. Dan had ik, en zeker in haar geval, kijk, het EK is voor haar nog in Denemarken. En dat lijkt me fantastisch om daar dan te eindigen met een plak. Het liefst natuurlijk die gouden. En zeker in de damesdubbel, nou tegenwoordig. Jullie zouden zomaar wel eens een akelig goed koppel kunnen zijn. Als ik wij even... zouden zeker ja. daar een medaille, daar durf ik bijna mijn hand voor in het vuur te steken. Ja. Dat wij daar een medaille gaan halen. Maar goed, dat is echt niet aan de orde, want... Kijk, ik heb geen dubbelranking. En dat maakt het ook een beetje lastig om in te schatten of wij die toernooien überhaupt gaan inkomen in januari. En eerst dacht ik, ik merkte eigenlijk naarmate de tijd verstreek en met die beslissing van Robin, dat ik er toch wel goed klaar mee was hoor. Ook door onze situatie op Papendal, weer ja. geen trainer. Nou, ik kwam maandag binnen, stond ik alleen met Myrtle en Noah op de baan. Dat ik echt denk van, huh? Waar ik heel blij mee ben, hè, ik bedoel. Maar ja, waar zijn die trainers, Selena? Ontslagen. En de rest, Eefje was natuurlijk in China, dus die moest daarna op vakantie. En Henry is geopereerd aan zijn heup. Dus ja. die zit gewoon echt in de ziektewet. Dus daar kunnen we gewoon niet zoveel aan doen. Dus dan is er gewoon niemand. Ja, wetenschap. Dat is gewoon best wel een groot probleem. En gelukkig komt Henry nu wel een beetje meer terug. En kijk, in het begin is dat niet zo heel erg. Maar goed, in week 3 dacht ik op een gegeven moment van zo, poeh. Ja. En nou, toen had ik maandag met Noah en Meert getraind. En dan kwam ik woensdag ook met mijn goede gedrag opdagen. Ik kijk ze rond. Dit was niet, ik dacht, oh mijn god, sta ik hier nu echt als enige? Maar Depp was er. Dat is toch ook wel typerend, hè, Mike? Want het is toch niet voor te stellen dat het Nederlands voetbalelftal in Zeist samenkomt, weet je, lekker ja. tegen die voetbal trappen. En Ronald Koeman is er niet. Dat is toch... Ja, ik vind dat wel moeilijk, Jorrit, want ik wil niet alleen maar trappen tegen wat er gebeurt. Het is namelijk niet helemaal de schuld van BNL. Het is echt een samenloop van omstandigheden. Maar ja, toegegeven, het is uitgekleed. En als het zo uitgekleed is, dan wordt het heel mager trainen. En dat is het begin van het einde eigenlijk. Ja, maar ik kreeg gisteren wel een mooi compliment van Henry. Die zei echt van, hij heeft het gevoel dat er bij de vrouwen een hele goede cultuur nu heerst. En hij bedankt hem ook omdat er... ja, ik merk gewoon aan alles. Ik heb zoveel meer ruimte en ook energie om de jeugd wat terug te geven. En om die meiden wat beter op weg te helpen. En Beate zegt ook, die komt in de halve donder op. Die zegt, nou, ik heb je de afgelopen 10 jaar niet zoveel zien lachen in de ochtend. Ja, dat de Jaco en de fysiotherapeut van het Nederlands team. Van het Nederlands team, ja, echt. Dus nou, dat klopt ook wel. Wat ik zei, ik ben een stuk relaxter, ik geniet er meer van. En ik heb dus ook meer ruimte voor die meiden. En mijn hart doet ook gewoon een beetje pijn als ik zie in de situatie waar we in zitten. En ja, ik ben vooral heel blij dat ik niet meer 19 ben. Ja, het is natuurlijk wel mooi, Selena. Je hebt natuurlijk heel veel gegeven aan het badminton, maar ook heel veel gekregen van het badminton. En dat je dus nu in een fase zit waarin je kunt zeggen, nou, ik wil gewoon nog lekker blijven ballen, maar ik wil ook wat terug doen. En dat is wel mooi om te zien, want het begin van het einde is misschien ook wel het einde van het begin. Hè? We kunnen gewoon weer doorpakken als de juiste mensen daar maar staan. Dus ik vind het wel een hoopvol bericht dat je er zo in staat. Word ik wel blij van, kan ik niks aan doen. En ik ben sowieso toe aan goed nieuws, hebben jullie dat niet? Ik ben een beetje klaar met het stikke neurige. We moeten gewoon doorpakken en doorgaan. Mouwen opstropen en gaan met die banaan. Nou, precies. Ja, wat ik in mijn hoofd heb zitten. Ja, we zijn niet dood. Precies, dat klopt ja. natuurlijk. Maar kijk, wij hebben ook in die situatie gezeten. Nee, je weet het ook nog als geen ander, Jorrit. Dat wij natuurlijk Zeker. Ook na Londen is eigenlijk ons hetzelfde overkomen. En, ja, absoluut. En toen zaten we in deze situatie en hebben het eigenlijk, denk ik, achteraf zeker heel goed opgelost. Maar er moet een hoop vanuit jezelf komen. En ik weet ook nog wel, die eerste paar toernooien, die het eerste half jaar, hebben wij volgens mij ook allemaal zelf gefinancierd. Zaten met z'n vieren ergens op een hotelkamer in, wat was het, Amerika toen, op loopafstand ja. van de hal. Alles ja. maar om zo goedkoop mogelijk, maar we gingen wel. Ja. En dat, ja, weet je, je hebt gewoon altijd een keuze. En je kan inderdaad gaan kiezen van, oh, wat heb ik het zwaar, wat is het kut, bla 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 bla. Maar je kan ook kiezen van, hey, let's go, de openen nieuwe deuren. We zijn minder afhankelijk misschien straks van het NOC of van een bond. Dus ik kan wat meer mijn eigen route bepalen. Ik ga gewoon dit doen, de route. En kijk maar of je instapt. En als je niet instapt, is het ook een antwoord, wat mij betreft. Ondertussen hebben wij nog een collega zitten in Japan, begreep ik. Namelijk Franklin Telwin. Die vraagt via de chat, want blijkbaar heeft hij geen slaap nodig thuis al. Zou Jorrit willen fungeren als invaltrainer / coach? Je wordt even voor de leeuwen gegooid, Jorrit.
Ja, nee, maar ik, zoals mensen wel weten, ik heb inmiddels een andere baan. En ja, daar heb ik absoluut geen spijt van. Hè. Ik had echt, nadat ik die deur op Papendal achter me dicht trok, sterk het verlangen om me breder te ontwikkelen, ook in een ander vakgebied. Dat zal Selena ook wel herkennen. Het is best wel een kleine wereld. De topsportwereld is sowieso klein en badminton al helemaal. Dus ja. Nee, ik ga morgen gewoon weer aan het werk voor mijn eigen werkgever. Ja, nou dan had hij ook nog een vraag voor Selena die ik gewoon ga negeren. Want hij is gewoon heel negatief, onze Franklin. Franklin, ga vakantie vieren, jongen, daar in Japan. Selena, ja. Jouw ouders. Ik wil even een ode aan de ouders. Hoe belangrijk zijn die geweest voor jouw carrière? Zonder hun, ja, het is heel cliché, maar dan was er geen carrière van mij geweest hoor. Echt het aantal uren wat mijn ouders hebben opgeofferd van hun vrije tijd om in auto's te zitten, onderweg. Maar ook gewoon alle kansen te bieden. Ik bedoel, ik was 15 toen ik naar Papendal ging. Op onze 14e kwam al de grote bondscoach Martijn van Dorenmalen thuis dat ze dat project voor Papendal wilden gaan beginnen. Nou, dat vonden mijn ouders nog iets te vroeg. Maar goed, ze lieten me wel als 15-jarig meisje, lieten ze elke zondagavond in de trein stappen vanaf Amsterdam-Amstel naar Arnhem toe. En vertrouwden ze mij erop dat ik gewoon mijn schoolwerk zou doen en dat alles goed daar zou komen. En dat vind ik toch wel iets heel moois. En daarin hebben ze altijd, ze hebben mij nooit gepusht. Ze wilden wel dat ik mijn best deed. En ze stonden overal open voor, wat ik zei. Als ik dan inderdaad naar Langeveld kwamen ze naartoe. Of naar Hoensbroek. Ze maakten er gewoon een feestje van. En daardoor heeft het voor mij ook nooit gevoeld of oeh, dit moet ik doen. Dus ja, mijn ouders zijn alles. Hoe heten je ouders? Tjapko en Monica. Ja, fantastische naam, Tjapko. Tjapko. Echt heel veel mensen geloven dat niet. Maar voor mij is het gewoon zo ja, normaal natuurlijk, omdat mijn vader zo heet. Ja, heel eerlijk. Ik kreeg een mailtje van jouw vader. En die kwam binnen in mijn mail. En daar stond Tjapko Piek. En ik dacht, spam. Ik dacht, dat kan niet missen. Maar het was echt jouw vader. Dus dat was wel heel erg. Het is hem echt. Het ja. is hem echt. Ja, fantastisch. Ja, en dit weekend zijn ze er ook weer bij natuurlijk. Dus weet je, al die jaren. En laatst speelde ik ook weer Bundesliga in Duitsland. Komen ze ook weer vanaf Weesp. Omdat ze het gewoon fijn vinden en gezellig. En dat waardeer ik enorm. En ze zijn er natuurlijk ook geweest op echt hele donkere momenten. Ja. En ja, dat vergeet ik echt niet. Kijk, die onvoorwaardelijke steun. En zeker als je op een gegeven moment volwassen wordt, is niet altijd meer op de voorgrond. Maar gewoon weten, ook dat mijn ouders zeiden, ook toen in die burn-out, dat ik helemaal geen inkomen had. En ze zeiden, weet je, als we iets moeten doen of moeten helpen of bijspringen, het boeit ons gereed dat je 24, 25 bent. We zijn er voor je. En dat is natuurlijk fantastisch, dat ze ja, dat nog steeds willen en kunnen blijven doen. Ja. Had jij dat ook, Jorrit? Ja, zeker. Ik herken het helemaal. Ik denk dat zeker in een kleine sport zoals badminton is het randvoorwaardelijk dat je thuissituatie gewoon super supportive is. Ja. En als je dat niet hebt, dan wordt het gewoon al een heel stuk lastiger. En ja, ik herken volledig wat Selena zegt. Dat geluk had ik ook. En daar ben ik ze ook onwijs dankbaar voor. Ja, dus ja, en ze genoten ook, weet je. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Dat weet je, ook ja, met jouw moeder. Nou, die stuurt mijn ouders ook nog steeds een mailtje. En ook als ik het dan weer goed heb gedaan. Ja, dat waardeer je enorm. En ook als je dan in de hal ziet. En je ziet hun ook genieten en socializen. Dat is ook gewoon voor mij heel fijn. Dat je niet het gevoel van, oeh, weet je, moeten ze weer helemaal naar Haarlem. Ja, het is ook hun sociale wereld geworden. En in dat opzicht is het natuurlijk voor hun ook een afscheid. Heb je het daar met hun over gehad? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ook omdat ik merk dat ik het ook een beetje ontwijk of zo. Ook omdat ik niet te veel over dat afscheid wil weten. Want ik vind het wel leuk als dingen een verrassing zijn. Maar Henry zei maandag ook van, heb je al een speech voorbereid? Speech? Natuurlijk niet. Ja, een speechje. Dat kan niet missen. Ja, waarschijnlijk dus wel. Dus nu ga ik daarover nadenken. Nu word ik wel weer zenuwachtig van. Want ik ben het beste als ik improviseer. Dus als je mij een uur voor deze uitzending hebt. Hey, heb je wat te doen? Kom even langs. Oh, top. We kunnen lekker ouwe hoeren. Jij bent ook boven, zeg maar, bij alles in de Maasport, of niet? Moet ik je naar boven loodsen? Of kom je er wel in met jouw naam? Jorrit? Ik weet niet. Moet je me naar boven loodsen? Ben jij overal bij aanwezig aankomende zaterdag? Aan wie vraag je dat? Aan jou, Jorrit. Oh.
Nou, als ik nu hoor dat Selena zaterdag afscheid gaat nemen en waarschijnlijk gaat volschieten, ja, dan ben ik wel van de partij. Wat een kut fan. Wij doen wel even afspreken hoe je overal... Ik weet alles, dus het komt helemaal goed. Ja, volgens mij rond de uur of drie, dan is het echt tranen met tijd, hoor, waarschijnlijk. Oh, dan ben je al lang bezopen, komt helemaal goed. En misschien speel ik nog, vriend. Ja, dan ga je volgieten met wijn. Dat red jij wel. Dan toch klopt, even, ik ben zeer geoefend wel de laatste tijd, dus dat komt goed. Ik zeg niks. Selena, namens Penguin. Merk jij wat van de negatieve berichtgeving op sociale media in Nederland? Zo ja, hoe is de berichtgeving over badminton over de grens? Ja, tuurlijk merk ik daar wat van. En over de grens is het eigenlijk misschien nog wel heftiger, hoor. Ja? Ik zei, ik heb zelfs een moment meegemaakt met Robin, dat hij echt doodswensen kreeg en dat hij echt geïsoleerd moest worden in zijn hotelkamer totdat de autoriteiten hadden uitgezocht waar dat bericht vandaan kwam, welk IP-adres erachter zat. Maar ik krijg echt van Aziaten, kijk, het heeft vooral een beetje met wedden te maken, maar dan is het echt wel your mom needs to die, you need to die, you're fucking trash en bla bla. Misschien moet je alles even biepen wat ik nu heb gezegd. Nee, maar echt wel echt hele heftige berichten, hoor. En echt doodswensingen. En dat is in Nederland natuurlijk totaal niet zo. Nee. Volgens mij bedoelde Franklin wel meer met over de situatie in Nederland. Hoor je daar wat van over de grens heen? En ook, ja, het is ook best wel cool misschien, maar mensen boeit het ook gewoon niet echt. Nee. Mensen zijn, zeker in topsport. Nee, en weet je, het gras is altijd groener ergens anders. En dan hoor je ook in Denemarken, hoor je ook weer verhalen, maar ook in Engeland. En weet je, dus overal is er altijd wel iets. En wat ik zei, je hebt altijd een keuze. Dus ik kan heel erg daarin gaan zitten en oh, wat slecht en wat vervelend en oh, kijk naar ons. Maar ja. Heb ik geen reet aan. Dus ik kies er ook denk ik heel bewust voor om dat gewoon lekker weg te filteren. Ja. Jorrit, we gaan het niet alleen maar hebben over de absolute top, maar ook iets daaronder. Er waren namelijk nog meer toernooien. Eentje in Maleisië, een 100 toernooi. En eentje in, niet ergens anders dan Algerije. Ja. Was wel een bijzondere, vond ik. Daar ging Noah eigenlijk eventjes punten ophalen. Ja. En dat laat het dus zien hoe het internationale veld is veranderd. Want hij kwam gewoon in ronde 2 in Maleisië tegen, volgens mij. Ja, dat was de week ervoor, die jij bedoelt, in Egypte. Maar afgelopen week speelde Noah inderdaad wederom een toernooi in Afrika. Namelijk in Algerije. En daar deed hij het een stuk verdienstelijker. Hij kwam uiteindelijk in de halve finale echt een zenuwslopende wedstrijd. Namelijk, hij won de eerste met 21-18, de eerste game. En in de tweede game had hij maar liefst 5 matchpoints. En kwam het tot 29-29. Dat betekent dus dat je een golden point eigenlijk gaat spelen. Omdat de 30ste natuurlijk het winnendste is. Helaas won hij dat punt niet. 29-30 verlies. Om uiteindelijk in de derde game met 18-21 aan het kortste eind te trekken. Ja, jammer is dat. Ja, dat ja zeker jammer. Ja. Die jongen heeft het ook wel... ik geloof wel in Noah. Nou, ik geloof zeker in Noah. Maar het is natuurlijk wel zo, zonder heel negatief te worden. Het is een wat moeilijker landschap geworden dan vroeger, kreeg ik de indruk. Want er zijn heel veel Maleisiërs, Aziaten, die gewoon eventjes naar Europa gaan om punten op te halen. En dat hadden jullie volgens mij vroeger niet echt, toch? Veel minder. En wat ook heel erg meehelpt, is eigenlijk als je punten wil halen, moet je het eigenlijk nu doen. In zo'n post-Olympisch jaar. Dat je toch gewoon merkt dat er gewoon heel veel koppels toch even een break nemen of stoppen. Dus wat dat betreft is het heel erg goed om nu overal naartoe te gaan. Maar je ziet inderdaad, het is zo sterk. En ook gewoon, al die Aziaten hebben zoveel geld. Dus die zenden ook gewoon weer 10 koppels ergens naartoe. En ja, dat maakt het natuurlijk wel een stuk lastiger om ergens binnen te komen. Nou, ik begreep van onze mede-host die nu in Amerika woont, Russel, dat ze daar eigenlijk anders opereren. Dat je eigenlijk een baangarantie krijgt. En dan word je namens die baas word je ondersteund om je sport uit te oefenen. Misschien moeten we daar ook naartoe in Nederland, Jorrit. Nou ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn. Sowieso vind ik, en dat heb ik ook al eens eerder gezegd, wij moeten onze topsporters in Nederland beter gaan waarderen. Om maar even zo te zeggen. Eren en waarderen.
En dat doen we gewoon onvoldoende. Niet alleen in de badmintonsport, maar dat doen we ook niet in een breder perspectief. En daar ligt nog heel veel winst te behalen voor ons als sportland. Ja. Ja, eens. Maleisië dan nog eventjes. Daar hadden we een uitzonderlijk... Ik vond het een uitzonderlijk rare stap. Daar stonden Brian en Ties ineens te spelen. Ik weet niet, wat was dat? Weet iemand dat? Was dat een vakantie? En dacht ze, laten we een nooitje mee pakken? Of hoe zat dat? Nee, dat heeft eigenlijk te maken volgens mij dat Brian nog nooit in Azië überhaupt is geweest. Dus ik vond het eigenlijk wel een hele goede move. Ik weet niet waarom ze er voor Maleisië hebben gekozen. Ik denk dat ze niet hadden gedacht dat ze in Denemarken zouden komen. Dus het was eigenlijk gewoon gehoopt van, het is tegelijkertijd met Denemarken, alle toppers zijn daar. Misschien hebben we wat kans om wat ronden tegen gewoon de snelheid en Aziaten te spelen. Want ze moeten gewoon wel die kant op. Ze hebben onlangs België gewonnen, dus ze hebben absoluut het niveau. Maar en zeker, ja, Jorrit weet dat ook, is geen ander. Het is zo een groot verschil als je dan in Azië bent. Met inderdaad misschien volle tribunes, met een airco, met dingen die veel minder goed geregeld zijn. Pittig eten, je hebt een jetlag, je hebt een lange vlucht. Weet je? Dus in die zin is het denk ik gewoon een hele goede stap van ze geweest om die investering te maken. En ik denk dat dat ook gewoon de enige reden is waardoor ze die kant op zijn gegaan. En een beetje pech natuurlijk achteraf met de loting. Meteen tegen de nummers 5. En die zijn echt niet slecht hoor. Nee, die konden wel ballen. Dat was wel... Maar goed, het is gewoon... Ja, het had natuurlijk het ideaal plan was natuurlijk als ze daar even een paar rondjes hadden kunnen meepakken. En ook wat punten kunnen halen. En vooral denk ik gewoon kunnen wennen en kunnen leren van de ambiance, de training aan zich. Dus dat zat er vooral achter. Nou weet ik van Jorrit dat hij echt alles volgt. Maar echt alles. Die kijkt alle wedstrijden, kent elke speler en weet waar hij geboren is en hoe oud hij is. Hoe zit het met jou, Serena? Kijk jij bijvoorbeeld nog naar de Eredivisie? Nee. Nou, dat was heel goed. Maar ik ben ook wel echt weer het andere uiterste, hoor. Ja. Jij laat het dus... helemaal los als je zelf niet speelt. Ja, nou, het moet zeggen, wat ik zei, Denemarken, als ik gewoon lekker hier thuis, maar ik ga niet inderdaad thuis blijven om die wedstrijd te volgen. Maar als ik inderdaad, ik check even vaak op Twitter, deze mix is bezig, vet, die ga ik nog even kijken. Dat vind ik wel heel erg leuk, daar kan ik echt van genieten. En ik heb Robin en Alex ook even aangezet, terwijl ik er eerst van overtuigd was van, ik ga geen punt kijken van die twee. Ja. Maar het is me toch gelukt. Jij twittert maar, van, heb ik. Wat zei je? Wat vond je van? Jullie praten. Wie wilde eerst? Ga maar, Michael. Jij twittert nog. Nee, ik repost eigenlijk alles. Maar ik heb nog wel Twitter. En het is zo heerlijk gewoon om die krochten van Twitter zo even te lezen. Vooral voor al die Aziaten die weer ergens op reageren. En ze zijn zo lekker snel. Als er iets is gebeurd, dan staat er meteen weer een filmpje of een commentaar. Dus je kunt gewoon alles binnen een paar minuten volgen. Zonder dat ik eerst naar YouTube moet inloggen, weer terug moet zoeken en blablabla. Hebben zij het al lang weer uitgedokterd en opgezet. Dus ja, dat is gewoon... Zo hou ik het een beetje bij. Wat? En jij, wat vond ik daarvan om ze te zien? Ja. Ik ben eigenlijk tegenwoordig wel oké. Ik vind het echt wel leuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze het doen. Hey, eerst had ik er heel veel moeite mee. En het deed gewoon pijn. Echt, deed echt heel veel pijn. En ik kan nu me denk dat ik heel van. Goed voorstellen namelijk. Ja, ik was echt over de zijk. En ik heb Robin ook echt 3 weken niet gesproken. Ik dacht van, nou doei. En hij dacht denk ik ook doei. En, maar toen op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je, waar hij nog dat circuit in moest, was ik meer van, ik ben eigenlijk best wel klaar. En dus het was eigenlijk een soort van mooi, naturel proces en ik kan zijn beweegreden ook gewoon nu heel goed begrijpen. En het enige wat mij gewoon heel veel pijn heeft gedaan, is dat het me eigenlijk werd medegedeeld. Terwijl ik dacht, we gaan nu praten over hoe gaan we het eindigen, wat gaan we nog spelen. En toen was het ineens van, nou, bom dropped. Dit is het, dit ga ik doen. We spelen de Open nog samen en succes. Wow, dat is heftig. Ja dus dat deed mij gewoon echt wel heel veel pijn. En ik heb er een beetje over nagedacht van ja... Ik had het prettiger gevonden als hij mij meteen had gebeld... op het moment dat Matthias en Alex hem hadden gebeld. Van stel voor je informatie, dit is gebeurd. Ik weet nog helemaal niks, maar... Maar goed, dat heeft hij niet gedaan. En daardoor was het voor mij gewoon een hele grote schok. Terwijl aan de andere kant van ja... Hij hoeft het ook niet met mij te overleggen. Maar het was in mijn hoofd, in mijn verwerkingsproces, had ik dat wat prettiger gevonden. En nu, ja, weet je, tijd hield alle wonden. En ik gun ze veel wedstrijden. En ik ben vooral heel blij dat ik niet meer die effort hoef te leveren. Nee, tijdelijk niet meer, hè? Dus want vanaf januari...
ik ga gewoon echt. Dus we gaan proberen of we KO inkomen. Die week daarna is India. Geen haar op mijn hoofd die daar naartoe gaat. Dus dan wordt het gewoon een week vakantie daar. Dan gaan we lekker Jakarta spelen. En misschien nog Thailand erachteraan. Dus nee, ik ga ook straks gewoon weer nog naar Bali. Dus ik ga niet. Ja, met mijn schema, het is echt het is vrij intens. Maar ik ga niet meer alles op alles zetten om daar heel goed te zijn. Ik ga lekker genieten, met haar die dubbeltje spelen. En desnoods verliezen we alles de eerste ronde. Hele dikke prima. Geen traan die ik ga laten meer. Ja, maar Selena, straks sta je daar. En dan ben je... 100%. Dan moeten ze nog steeds dood aan de overkant. Ja, en dan ben je aan het winnen. En dat gaat best wel lekker. En dan voel je toch wel weer die energie komen. En dan denk je, nou, misschien toch nog wel een extra toernooitje erbij. En, of denk je niet? Nou, kijk, het is natuurlijk makkelijker om voor een extra toernooitje in Thailand te kiezen. Hè? Lekker weer, warmte, lekker eten, goed hotel. Dan als ik denk op zo'n grijze German Open. Ik denk, moet daar weer naartoe. Helemaal geen zin in. Of een All England, die ik al 12 keer heb gespeeld. Ja. En ja, weet je, en er daar dan afgemaakt worden. Daar heb ik echt geen zin in. Want ik weet wel heel goed, ik heb echt niet meer het niveau. En zeker niet in een damesdubbel. En ook helemaal niet die fysieke ingesteldheid om uren te gaan rallyen en alles. En dat moet ik echt zeggen, ik heb geen dumbbell meer aangeraakt sinds de spelen. Wow. En dat merk ik wel heel erg hoor. Die niet krachttraining, meer in de krachtpomp geweest. Nee, nou eventjes soms na de trainers een uurtje had getraind. Denk ik van, even een paar lunches, weet je wel. Even een paar uitvalspassen, vooral voor mijn knieën en mijn pezen. Mm-hmm. Maar verder, ik werk geen krachtsessie meer af, nee. Dus... Jij doet in de Deense competitie toch wel eens dubbelen? Ja, zeker. Maar liever ook niet meer, hoor. Ik vond het echt heel zwaar de laatste keer. Maar je won wel volgens mij, toch? Ja, zeker. Maar... Dat was ook niet zo'n heel goed team, maar op het algemeen, als ik tegen Sarah en Maaike moet spelen, ja, dan was ik er ook voor afgeramd hoor. Ja. Dus het ligt een beetje aan. Hoe lang ben je van plan die samenwerking met Sarah aan te gaan? Hebben jullie daar alleen maar die januari. Alleen maar in januari? Ja, zij wil heel graag dus door. En ook richting dat EK. Maar wat ik zei, dan zet ik gewoon weer mijn leven on hold. En ik moet weer een financiële investering gaan maken. Ja. Terwijl ik daar niks voor ga terugkrijgen meer. Want betaal je dit uit eigen zak, dat januari... Maar dat is dus een beetje een voordeel ook, omdat ik heb natuurlijk die A-status. En daarvoor moet je internationaal actief blijven. Okay. Hoe lang heb je die nog, die status? Tot april. Oké. Okay. Ja. Dus anders, en dat is natuurlijk nu helemaal een beetje een dingetje, omdat je weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren of uit het team worden gezet in december. Dus is dit ook gewoon een goede manier om te laten zien, hey, ik ben nog actief. Want dat vereist zo'n A-status, dat je internationaal nog actief bent. Dus het is in die zin ook voor mij een beetje een investering die ik dan een maand maak om er nog 2 maanden te kunnen rekken, zeg maar. Ja. En daarna, dus na die toernooien, is het echt, echt klaar? Ja, wat mij betreft wel. Nee, ja. Ik ben ook bezig met een jobcoach. En ik kijk ook gewoon uit naar die nieuwe fase. Waar kijk je het meest naar uit, Sel? Ik kijk niet uit van 9 tot 5 moeten gaan werken elke dag. Ik denk dat het echt de hel wordt. Het, waar ik naar uitkijk is om eigenlijk mezelf op een heel ander gebied te gaan ontwikkelen. Ik ben gewoon heel benieuwd of er iets gaat zijn waar ik net zoveel passie en energie, dat zal er waarschijnlijk niet zijn, toch ergens voor hoop te gaan vinden. En waar ik gewoon mensen... Ja, toch misschien ook een beetje kan helpen en wat kan leren. En dan een beetje met mijn combinatie met die topsportachtergrond. Maar ik ben echt een leek. En daar kom ik zo achter. Echt, ik heb geen cv. Ik heb nog nooit gesolliciteerd. Ik weet niet wat een normaal salaris is. Het is echt fucking eng eigenlijk. Dit is zo'n feest van herkenning. Want ik loop gewoon 9 jaar voor op je. En ik ben hier helemaal doorheen gegaan. En ik herken zo ontzettend wat jij nu zegt. Dat is echt ongelooflijk. Ja, en dat en weet je, en het zal ook wel, ja, ik zal ook weer op mijn bek gaan op een bepaalde manier. Want ik ben de badminton ben ik natuurlijk inderdaad misschien wel een grote meid. Maar straks in dat bedrijf echt van leuk, Selena Peak. Maar 0 jaar werkervaring en door. Ja, dat is wel een realiteit. En als ik dan weer doorga met zo'n Sarah, blijf ik dat allemaal een beetje uitstellen. En mijn financiële middelen drogen ook gewoon een beetje op. Zeker met het leven dat ik tegenwoordig leid. Met alleen maar uit eten gaan en vakanties en weet ik wat. Ja, die gaat erg hard en steady. Ik zit er lekker in de laatste tijd. dus het moet er ook... Ja, kijk ik wel een beetje uit naar een bepaalde vorm van stabiliteit.
Waarom moeten mensen aankomend weekend, ik ga ervan uit dat je in het weekend daar gewoon nog speelt, naar de Maaspoort komen voor jou? Nou ja, omdat het denk ik de laatste keer zal zijn dat je me op Nederlandse bodem internationaal in actie gaat zien. En ik zou het ook fantastisch vinden om met heel veel badmintonfans om mijn afscheid toch te vieren. Kijk, hoe meer mensen, hoe meer vreugd. En ja, dat zou me echt wel heel erg raken als, als die hal straks toch vol zit met mensen die misschien ook stiekem wel een beetje voor mij komen. Dus dat zou ik heel fantastisch mooi vinden. Ik denk dat het... ik vond het een heel leuk gesprek. Maar ik denk dat de mensen vooral aankomende zaterdag daar naartoe moeten komen. Omdat er gewoon heel veel gaat gebeuren. Het wordt een hele leuke dag. Vol met leuke wedstrijden. En natuurlijk... Ja, ook kwartfinales en halffinales. En niet te vergeten. Dus, en er lopen gewoon genoeg topspelers rond. Ik heb vorig jaar gezien dat de Maaspoort een hele leuke hal is. Ja. Veel sfeer. Dus wat dat betreft, nodig iedere badminton liefhebber sowieso uit om daar lekker heen te komen. En als je dan nog even wil blijven hangen voor tot een uurtje of 3-4. Ja, staat er nog iets moois te gebeuren. Voor leeuwen gooien, Selene. Je gaat natuurlijk richting Jakarta dan, naar die speciale league, noem ik het eventjes. Ja, zondagavond. Ga jij daar nog iets voor ons doen? Ik denk het wel, als ik het zo zie. Kijk, daar zijn we al. Mooi. Die camera die komt naar je toe. Helemaal goed, ik ga wel even vloggen. Ik heb geen idee meer hoe we aan het begin, hoe lang we hebben erover gedaan, maar hoe lang we er 8,5 ongeveer. 8,5, dan gaan we hem wel beëindigen nu, want dan zitten we alweer richting een uur. Dus ik wil je ontzettend bedanken. Zo easy ook weer. Ja, het gaat zo snel. We kunnen nog 2 uur door, maar weet je, niemand luistert dat in een autorit. We proberen tot de autorit te maken. Henry wel, denk ik. Henry. Alles, echt. Hoi Henry, en beterschap ook namens Badminton Insight. Jongens, dankjewel. En we zien jullie snel weer. Ja, ik zie jullie zaterdag. Leuk. Ja.